De huurwet is gisteravond met algemene 29 stemmen aangenomen in DNA. De NDP, VHP, NPS, PL en DOE stemden voor de wet, terwijl de ABOP-fractie voor de stemming de vergaderzaal verliet. De wet, die bedoeld is om de huur en het verhuur van woningen via een huurcommissie beter te regelen, lost volgens ABOP-parlementariërs Marinus B. het probleem van de kansarmen in de gemeenschap niet op. De NPS en PL hebben onder voorbehoud gestemd voor de wet. NPS-parlementariër Patricia Etnel baseerde de keus van de NPS-fractie op het feit dat, ondanks de goede bedoelingen, de wet het armoedevraagstuk niet oplost. Wij vinden juist dat als je niet oppast, er sociale eruptie kan plaatsvinden. En om heel eerlijk te zijn, de ABOP-fractie is een fractie van voor Mofinawang, Potiwang. En we zijn bang en daarom kunnen we niet meewerken dat we hier een wet aannemen. En dadelijk alle de Potis mafunu, sa ejur oso, tamara de potdastrati. En wij zeggen, wij van de ABOP-fractie zeggen, we gaan ons onthouden bij deze stemming. Dat die wet geen oplossing brengt voor de alleenstaande moeders. De wet brengt geen oplossing voor die Mofinawangs. En de initiatiefnemer heeft het ook gezegd, het armoedevraagstuk wordt niet opgelost met de wet. En ik hoop dat in de toekomst dat wel zal gebeuren. Een huurwet is heel erg belangrijk voor regulering van zaken, maar daarmee heb je geen een beter zicht gebracht. Wat we nodig hebben is sterk leiderschap. Wat we nodig hebben is eigenlijk visionair kijken naar het probleem. En zoals de minister van Sosafo het ook heeft aangegeven, ja, wat belangrijk is, minister van Sosafo, wanneer je wat zegt, moeten we het doen. Via u, voorzitter, we moeten niet alleen maar praten en niet doen. We moeten praten en doen. En die alleenstaande moeders zijn een feit met hun kinderen. Ze zitten met problemen en ook die Mofinawangs. Laten we voor hun goede oplossingen brengen en betaalbare huizen. Volgens NDP-parlementariër Amzat Abdul geeft de wet een duidelijk beeld hoe het huisvestingsprobleem opgelost zal worden. Deze wet zorgt ervoor dat zowel de huurder als de verhuurder wordt beschermd, zegt Abdul. De NDP-fractie gaat voorstemmen omdat we hier in het parlement al jaren praten om de huurders te beschermen tegen huur die in valuta, vreemd valuta, voorzitter, wordt geïnd. De NDP-fractie gaat voorstemmen, voorzitter, omdat de NDP-fractie zelf heel veel kritiek had en de NDP-fractie zelf heeft gezien hoeveel wijzigingen in dat ontwerp is gebracht, voorzitter. De NDP-fractie gaat voorstemmen, voorzitter, omdat ondanks er hier niet gevraagd is, de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting een hele uiteenzetting heeft gegeven, voorzitter, hoe het huisvestingsproblematiek in tijd, voorzitter, opgelost zal worden. Voorzitter, de NDP-fractie gaat voorstemmen omdat de NDP-fractie zowel bij de regering Boutersche 1 als 2 keihard en constant heeft gewerkt aan regulering van de sector en aan wetten, voorzitter, om deze sector, voorzitter, de huisvestingssector, verder te ordenen. NDP-parlementariër Amzat Abdul, de huurwet is gisteren met 29 stemmen goedgekeurd.